Ben je nieuw in de plattenwereld en wil je een snijplat aanschaffen? Of ben je toe aan een nieuwe platter? In deze nieuwe aflevering ga ik namelijk onze snijplatters vergelijken en dan help ik je de juiste snijplatten te kiezen. Voordat je de juiste snijplatten kiest, moet je eerst bedenken waarvoor je het gaat gebruiken. Ga je juist kleding personaliseren, stickers maken, papier snijden? Of kies je toch voor graveren? Door iets specifieker te zijn, kun je namelijk de juiste snijplatten kiezen. We beginnen met de eerste stap. Wat is je budget? Wil je nog niet direct een grote uitgave doen? Kies dan voor de Cricut Joy of de Cameo 4. Dit zijn prima instapmodellen voor een leuke prijs. Het is wel belangrijk dat je moet weten dat de Cricut Joy maar 30 cm kan snijden en de Cameo 4 30 cm breed. Maar welke grootte moet je kiezen? Onze snijplatten zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Op basis van de projecten die je van plan bent om te gaan maken, kun je de juiste grootte kiezen. Een grote snijplatte kan handig zijn, maar als je kleine projecten hebt, kan de compactere snijplatte ook goed zijn. De Cricut Joy is daar een goed voorbeeld van. Hij is namelijk lekker makkelijk, klein en handig om mee te nemen naar je vrienden, braderie of je werk. Ga je projecten maken die niet breder zijn dan 30 cm, dan kun je kiezen voor een Cricut Maker 3, de Cameo 4 of een Cisus Juliet. Of wil je juist groter snijden, dan kun je kiezen voor de Cisus Romeo of de Cameo 4 Pro. Die snijden namelijk 60 cm breed. Dan komt de vraag, welke materialen ga je snijden? Ben je van plan om flex en vinyl te gaan snijden? Dan is hiervoor elke snijplatte geschikt. Als je andere materialen gaat snijden, kun je het beste kiezen voor een Cameo 4 of de Cricut Maker 3. Denk hierbij aan stof, karton, papier, hout en veel meer. Je hebt hier wel speciale matjes voor nodig. Ben je op zoek naar een snijplatte die kan graveren? Kies dan voor de Cricut Maker 3. Dit is de enige snijplatte die kan snijden en graveren. Wil je juist een snijplatte die ook kan tekenen? Dat kunnen ze allemaal. Bij een Cisus zit een standaard penhouder bij. Bij de Cameo 4 en de Cricut Maker 3 kun je los bijkopen in onze webshop. Wist je dat je op onze webshop ook stadspakket kan kiezen? Hier zit alles in wat je nodig hebt om te beginnen met plotteren. Dan komen we aan bij de software van de snijplotters. Elke snijplot heeft zijn eigen ontwerpprogramma. Ze zijn allemaal gratis te downloaden en je kunt ze eventueel uitbreiden. Heb je nog geen ervaring met de software van de snijplotters? Dan raden we aan om eerst even een paar video's te kijken wat het fijnst werkt en het makkelijkst is voor jou. We hebben op ons YouTube-kanaal video's staan over alle drie de ontwerpprogramma's. Nieuwe software is altijd even wennen. We raden dus ook altijd aan om even te testen en te spelen met het programma. Wil je de software upgraden? Dat is zeker mogelijk. Bij de Cricut Maker is het maandelijks een bedrag en bij de Silhouette betaal je eenmalig een bedrag. Wat zijn de grootste verschillen tussen de snijplatters? De Cricut Joy kun je makkelijk meenemen en heeft een snijbreedte van 13 cm. Hij is vooral erg handig om tekeningen te maken, te schrijven en kleine projecten te maken. De Cricut Maker 3 snijdt tot een breedte van 30 cm. En het pluspunt is dat hij ook kan graveren. Als je zonder mat wil snijden, heb je speciale smart vinyl nodig. En die zijn over het algemeen duurder. Verder is de Cricut Maker 3 veelzijdig in het snijden van andere materialen. En hij wordt geleverd met een premium point en een behuizing. De matten worden niet standaard bijgeleverd, maar die kun je wel kopen in onze webshop. De Cameo 4 snijdt als een 30 cm breed. Vind je het niet erg dat hij iets meer geluid maakt, dan is dit een prima instapmodel. Voordeel is dat hij alle materialen kan snijden tot 3 mm dik. Je hebt ook niet speciaal materiaal nodig om te snijden zonder mat. Het ontwerpprogramma is uitgebreid en makkelijk, en zeker als je het leert kennen. De Cameo 4 wordt geleverd met een autobleedmesje en een standaard mat. De Cameo 4 Pro heeft het voordeel dat hij 60 cm kan snijden. Verder is hij precies hetzelfde als de Cameo 4. De Cisus Juliet snijdt tot een breedte van 30 cm. Hij heeft een mooie luxe uitstraling en het mooiste is dat dit een van de sterkste snijplatten is op de hobbymarkt. De Juliet werkt het beste wanneer je vinylfolie en flexfolie snijdt. Als je zonder mat wil snijden, dat kan zeker, want je kunt alle materialen snijden tot 4 à 5 meter. Bij andere materialen is het verstandig om eerst even te gaan testen. Je kunt deze snijplatten gebruiken als hobby,
maar hij is ook geschikt om bedrijfsmatig te gebruiken. De prits- en kutfunctie van deze machine is uitstekend. Daarnaast is hij ook supersnel en stil. De Cice Romeo is hetzelfde als de Juliet. Hij heeft alleen een snijbreedte van 60 cm. Als ervaren platteraar is het zeker een goede aanschaf als je uit wil breiden. Je kunt namelijk sneller creëren als je een eigen bedrijf hebt en je kunt de kwaliteit van je projecten verhogen. Ook een voordeel is dat hij standaard geleverd wordt met een rolhouder. Met deze rolhouder kun je namelijk flexen en vinyl snijden tot een lengte van 4 à 5 meter. Wil je iets meer uitleg over de snijplatters en de Leonardo Design Studio? Kijk dan naar de juiste afleveringen die ik hierover heb gemaakt. Iedereen heeft zijn eigen keuze, budget of smaak, dus uiteindelijk is het je eigen keuze. Ging het je allemaal een beetje te snel en wil je alles even teruglezen? We hebben op onze webshop een blog staan met informatie en een vergelijking over de snijplatters. De link hiervan vind je in de beschrijving onder de video. Wij hopen dat het kiezen van de snijplatten iets makkelijker is geworden door deze video. Ook raad ik aan om de andere video's te kijken, zodat je kunt zien hoe de platters in actie zijn. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!